Ja, ophef over het interview dat de schrijfster Charlotte Mutsaars gaf afgelopen zaterdag aan het Volkskrant Magazine. De schrijfster werd geïnterviewd over haar nieuwe roman, Harnas van Hansaplast. En daarin beschrijft ze naast veel meer dat ze na het overlijden van haar broer Barend in 2001 zijn grote pornocollectie, waaronder kinderporno, voor een paar duizend euro heeft verkocht aan een handelaar. En naar gevraagd door de Volkskrant of ze inderdaad kinderporno heeft doorverkocht, bevestigde ze dat. En dat zette heel veel kwaad bloed. In de Morgen zegt Dirk de Pover van Child Focus een zeer ernstig en strafbaar feit door deel te nemen aan de keten, in welke fase dan ook, neem je deel aan het misbruik. Charlotte, wat een weekend was dat. Een absurd en verschrikkelijk weekend. Mijn boek is net uit, dus ik was echt zondagavond helemaal verslagen. Ik had helemaal niks gemerkt. Zaterdag was die Volkskrant uitgekomen. En toen gingen wij naar de markt op de Lindengracht en de Noordermarkt. Nou, ik ben denk ik nou wel 15 tot 20 keer aangesproken. Wat een fantastisch interview, gefeliciteerd en leuke foto's erbij. Dus ik was echt, weet je, was helemaal gevonden, helemaal goed. Mm-hmm. Toen kreeg ik opeens een telefoontje. Wat was het? Zondag. Was geloof ik ook uit België, ja. Dat er allemaal dingen over me werden verteld en dat ik porno had verkocht en zo. Nou ja, goed, ik dacht, dit is niet waar. Mm-hmm. Nou, het is ook niet waar. Ik heb nooit kinderporno verkocht. Ik ben heel erg tegen kinderporno. Maar het komt ergens vandaan. Het komt ergens dus vandaan. Dus laten we de stapjes rustig nemen. Nou ja, goed. Om te beginnen komt het gewoon in mijn boek voor. Ik lees het even voor, want niet iedereen heeft je boek nog gelezen. Op pagina 229. Nogmaals, je broer is overleden. Jij en je zuster gaan het huis leegmaken en komen die ongelofelijke berg porno van jouw broer tegen. En dan zeg jij in dat boek dus, nogmaals, een roman. Dat moeten we verkopen. Handel, vraag je zus. Ja, dat is het toch? Het klinkt cru. Dat ben ik met je eens. Maar handel blijft het. Wou je dan geld verdienen met de kinderporno van je broer? Waarom niet? Hij zou dat vast een goed idee hebben gevonden. Staat in je boek. Oké. De Volkskrant, Sarah Belkajon, niet de eerste de beste, die vraagt hiernaar. Even de stappen. En vraagt of dat klopt, dat jij kinderporno van je broer... want het is een redelijk documentair boek, lijkt het. Maar nogmaals, dit is een roman. Er was ook kinderporno bij, hè? Wat dacht je? Dat is levensgevaarlijk. Toen we het vonden bij het uitruimen, dachten we zelfs... oh jee, straks zijn we erbij. Je weet het allemaal niet. Daarna dacht ik, het is handel. We gaan het gewoon verkopen. Dus ik was ook emoreel. Haha. Maar we kregen het gewoon niet in de vuilniszakken. Zoveel was het. Antwoord van jou aan de journalist van de Volkskrant. Met andere woorden, je bevestigt in jouw antwoord in de Volkskrant dat je inderdaad porno bent tegengekomen, waaronder kinderporno, dat het immoreel is om dat te verkopen, maar dat je het toch maar hebt gedaan.